de boezé zit je gebakken. Het wordt de boezé zit je goed. Blauw en wit zijn onze kleuren en we houden altijd moed. Al zit het wel eens tegen of loopt het niet zo goed, dan zeggen we gewoon dat het weer het doet. Maar nemen we de bal weer op onze voetbalschoen, dan zingt alweer het hele legio. Bij Porte Boussé zit je te bakken, bij Porte Boussé zit je goed. Blauw en wit zijn onze kleuren en we houden altijd moed. Welkom bij de Wiegse Streek Derby tussen Woezik en Alverna hier op Sportpark de Woezik. Yeah.
Goed verdedigd van Daira. Woezek kan er nu snel uitkomen met Diebels. Rambach staat vrij aan de andere kant en krijgt de bal. Rambach komt 1-op-1 met de Alvernezen verdediger. Hij schiet de bal snel en slim tussen zijn benen door en scoort. 1-0 Woezek. Doelpuntenmaker met nummer 11, Stijn Rambach. Goede actie van Hegman. Hij wordt vastgehouden. Scheidsrechter Van Os geeft een vrije trap en die ligt op een goede plek. Cas van der Wal gaat achter de bal staan. Wat een prachtige vrije trap. Buiten het bereik van de sluipers van Woezek. Van der Wal zet de 1-1 op het scorebord. De tweede helft is begonnen met de tussenstand 1-1. Attentie, hier volgt een mededeling op uitdrukkelijk verzoek van de scheidsrechter. Tijdens de wedstrijd geen vuurwerk op het veld. Dus nogmaals, op verzoek van de scheidsrechter geen vuurwerk op het veld tijdens de wedstrijd. Ook is het verboden om langs de lijn alcohol te drinken. Ook al zit het in plastic glazen, het is verboden om alcohol te nuttigen langs de lijn. Dit kan een boete van de vrije trap voor Alverna. Daira houdt vast en de scheidsrechter geeft een penalty aan Alverna.
Van den Eek houdt achter de bal. De doelman pakt hem en houdt Woezek hiermee in de wedstrijd. Een goede combinatie tussen Arts en Elemans. Arts heeft een goede aanname en is door de verdediging. Hij schiet en scoort. Prachtig doelpunt van de oud-Alvernees. Hij zette 2-1 voor Woezek op het scorebord. Woezek onderschept de bal. Goede verdedigende actie. Nu kunnen ze er weer uitkomen met Diebels en Elemans. Elemans opent de bal op Willems. Hij wacht op versterking. Die komt er van Buizen. Buizen krijgt hem. Komt 1-op-1 op de keeper. En scoort. 3-1 Woezek. Thank you.
Van Sommeren.
met nummer 2 en Tom Vogels met nummer 14 komt erin en hij komt in de plaats van Thijs van sorry. Kever met de lange bal op Vogels. Knappe controle met de borst. Rutte vertrekt, Vogels heeft hem gezien. Rutte omspeelt de keeper en schiet de 4-1 voor Woezek binnen. De wedstrijd is afgelopen. De eindstand is 4-1 in het voordeel van Woezek.